Waarom kunnen ze niet gewoon... Waarom kan Duitsland niet gewoon een kutland zijn zoals Nederland? Klein en heeft niet zoveel militaire krachten met verslagen door de Indianen. Of, ik bedoel, Indonesiërs. Eigenlijk nee, de Nederlanders namen de Indianen. Bij het einde. Nederlanders. En ze waren niet eens echt verslagen. Verslagen, ze waren meer van, hey, nuke 'em or give up. Ja, precies. Meeste ding. Ja, Nederland was een kolonische kracht vroeger. En een slaaf... En een baas van de slavenhandel. Volgens mij samen met Arabië ergens. Ja. Engeland beëindigde het. Weet je wat grappig is eigenlijk, dat het interessant is met Nederland? Ja. Slavernij in Nederland was verbannen. Buiten Nederland daarentegen is een ander verhaal. Dat is het hele idee met wiet. Je mag wiet hebben, je mag wiet meenemen, maar je mag hem niet verkopen. Zo'n beetje. Wie is dan de zon? Je mag geen slaven nemen, je mag geen slaven gebruiken, maar je mag ze wel handelen buiten Nederland. En hier hebben we torpedo tats. Ze worden nooit meer gebruikt naar dit spel, geloof ik. Volgens mij wel. Nog of bij... Misschien in de nieuwe Super Mario series, maar ze worden echt bijna nooit gebruikt. Is dat denk ik nog misschien in een Wii? Maar ik ken hem niet zo goed. Oh, fuck. Ik dacht 100 Dat zijn torpedo's, Jesse. Ze kunnen hier altijd naar je toe gaan. Maar fuck, torpedo's zijn veel beter dan de bullet pills, zo te zien. Dat zijn veel groter, tenminste. We kunnen niet op ze springen als het onder water. Ja, laat maar zitten. Ze gaan niet omhoog of omlaag. Ik dacht van wel. Ah, de muziek is zo relaxend. Kijk naar de vissen die al in de achtergrond zwemmen. Ah, zo mooi. Het spel is leuk. Ik hou van het spel. Ja, weet je zeker? Ik zou seks hebben met het spel. Weet je zeker? Ja. Oké. Okay. Jesse koopt gewoon like de cartridge van alleen maar voor dat purpose. Ja. Hey, jij vindt het leuk wanneer iemand komt in je pencil case, in je A3. Ik ga niks zeggen. Ik denk niet dat de persoon die jou deze kopie verkoopt het leuk vindt dat je het gaat gebruiken alleen om te masturberen. Zoals al gaf je misschien goed 100 euro eraan. Dat zijn fucking problemen. Ik heb het over jouw body. Pencil case. In ieder geval, hier gaan we bij onder een waterval zwemmen, want dat kan Mario. En dan gaan we naar de Star World. En dan gaan we weer weg, want fuck de Star World. Star Road. Zo ja, onderweg gaat Mario ook nog terug evolueren in een Gyarados. Wat? In ieder geval, Mario zegt fuck gravity en gaat weer terug op de waterval zwemmen. En hij wordt een Gyarados. Wat? I don't get it. Dat was eigenlijk een van de dingen met de anime was dat ze eens een keertje gingen kijken naar wat Magikarps en ze merkten dat de Magikarps tegen de water inzwemden. En dan op die manier evolueerden ze in Gyarados. Ja, dat is de volgende Pokédex entry. Oh, fuck. Oh, mijn tijd! Ja, godverdomme! Het voelt goed om zo'n spel in een spel zoals dit te doen. Ah, fuck. Oef. Je kan merken dat ze lolden met dit spel, met hoe de vijanden soms zich gedragen. Ja. Dat is wel eens geweldig. Het is altijd mooi als ze het maken los hebben in iets. Je kan het gewoon zien eraan, altijd. Ja. We hadden nog één spel gedaan, waarbij de makers erg veel lol hadden. Wat was dat nou? Crash Bandicoot. Nee, maar Crash Bandicoot 3 nog niet gedaan. Was... Sonic Mania, I guess. Sonic Mania was eentje, maar ik kon zweren dat we nog laatst nog aan het spel deden. Of was dat de stream? Nee. Was de stream? Nee, dat was geen stream. We deden Final Fantasy 5. Ik zit net te denken, dat was echt die... Nou, whatever. Het enige wat ik weet is dat Hard Cortisol Silver erin wordt. Zo ja, wat is fuck is met die wolk? Goeie vraag. Vier hebben. Ah, Yoshi. Hahaha.
Was het een week, dan was je dood daar. Ja? Oh, kijk, een bonus level. Ah, man, ik heb zeker de bonus level flink nodig. Kom op, laten we 100 levens krijgen. Volgens mij is het max 99 eigenlijk. Weet. Oh, nou krijg ik niet 500 levens meer, fuck mijn leven. The fuck happened? Je hebt netjes maximum levens. Netjes. Ja, I guess. Wel, we hebben de max bereikt. Dat konden we niet doen in Mario Bros. 3. Ik kan merken dat ik lol heb met dit spel. Kijk naar mijn life count. Force of Illusions. Volgens mij zijn alle levels met meerdere eindes. Ja, 90% van de levels zijn met meerdere eindes. En deze weeklus negeren Yoshi. Ja, deze weeklus zijn voor zeg gewoon fuck jou Yoshi. Zo ja, probeer goed op hem te landen. Dus je kan ze ook op beter doen. Maar ja, dit komt met deze. Hier vinden we waarschijnlijk. Hier vinden we dus obviously weer boss levels. We zullen dus ook weer wekelijks zien die, waar je meestal op kan springen. Ik kan ze alleen maar echt doden door Yoshi te gebruiken. Ik denk, ik weet niet of vuurbal werkt. Ik weet wel dat een schild werkt tegen hem. Ja. Was de spin jump ook een optie? Ah, het heeft bijvoorbeeld frame rate. Ik weet niet of de spinjump op hem werkt. Misschien wel. Hieronder zit de bonuskamer met de ballon moeten bereiken, maar even ik ze later doe of nu. Wauw, Jesse. We zitten nog steeds vast bij die 99. Gaan we ooit op een dag de 100 bij de 100 komen? Nou. Waarom zou ik dat willen doen? Weet je toch de gat voor de sleutelhangers? Is dat goed nu? Weet je toch de gat voor de sleutelhanger toch? Waar je dan in de sleutelhanger dingen doet. Ja. Ja, ik heb het kapot gemaakt, toch? Je hebt de gat voor van de sleutel zelf. Ja. Wat is die sleutel gemaakt? Voor papier maché? Nou, dit is eigenlijk niet de sleutel, dit is de tag, maar... ik guess het is gemaakt van papier maché. Oeps. It's like, oepsie poepsies. Ik weet niet hoe dat is gebeurd. Wat is gebeurd? Meestal als een druppel een steen constant raakt, zou die steen op een gegeven moment breken, wist je dat? I guess. Is dit een stand verhaal of niet? Ja. Ik was merken dat we dieper onder water zitten, want in de achtergrond zijn de kleuren donkerder. Woe! Parkour! Hardcore parkour, oh fuck! Dus, volgens mij is de slow dan het ergste in de waterlevels, though. Ja, maar je ook wel want je bent al traag onder water, dus. Er is gewoon van zoveel shit onder water, dus ik voel me gewoon niet meer de achtergronden. Het is raar, though. Ik kan me niet herinneren dat dit gebeurde normaal. Gebeurt het altijd, of? Ik weet niet of het. Het gebeurt misschien wel op de Super Nintendo soms, maar niet zo vaak als op de emulator, geloof ik. Zo, dat is gewoon een emulatieprobleem meer. Ik weet niet of het een emulatieprobleem is of niet, maar wie weet. Ah, misschien moet ik even andere Let's Plays gaan kijken waar ze op de SNES hadden gespeeld. Was dat misschien een Wii emulator? Of zoals de Wii emulator? Ja, dat was een Wii emulator. Fucking hell. Ja, dat kan ook, I guess. Dus minder slowdown in Super Metroid. Dus ik denk daarover. Dan weer Super Metroid kwam hierna uit, geloof ik. Ja. We doen dat ook dit jaar. Oh. Oh boy. Oh boy, het jaar is geweldig. Echt de beste fucking spellen, het is niet te geloven. Alleen als Kingdom Hearts 1 en Kingdom Hearts 2 zou zijn, dan zou het nog beter zijn geweest. Totdat. Het zou geweldig zijn geweest. Totdat de EU ons lijkt vanuit. In ieder geval, hier ga je alle munten verzamelen hier. Deze kanaal is een van de kanalen die gaat sterven wanneer die shit doorgaat. En niemand boeit een fuck, want niemand kijkt op het kanaal. Ja. Dat is waar.
Dus je hoeft de punten niet te pakken. Maar Ernest, ik moet extra levens hebben. Ik heb alleen maar 99. Ah. En nou voor alle Switch Palace stages. Ja? De blauwe deed niks, of wel? Nee. Het was alleen maar daar. Ja. De geel en groen hadden items. En de rest geel en had groen niks. Hadden items. Wat ik dom vind, want rood had makkelijk de vuurbloemen kunnen hebben. Ja, weet je, dan kan blauw de Yoshi hebben. Of zoiets. Blauw kan ook een ster hebben. Daar gaan we. Dan moeten ze het wel. Ja, zouden ze of op een irritantere plek moeten zetten of op een zeldzamere plek. Ja. En wat is de Charging Chuck die de visser oproept? All my fish soldiers, here by my name. Mario is here. Send in everyone, which one? Everyone! Mijn god, ik denk dat hij een beetje boos is, Ennis. Ah! We hebben de Forest of Illusion. Het rolt niet zo mooi van de tong zoals Explosion! Explosion. Ja. Explosion? Sion? Oeh, even een nice control te zien. Oh. In ieder geval, je hebt wel eens bubbels. Ze voelen best wel awkward, dus Kimpy en Jump. Ik ben niet een fan van de bubbels. Oh. Dat is zo'n beetje de enige ding dat ik weet van, Gun Girl Online. Is Sion's kont. Oh, en dat ene scène waar Kirito al deze lasers wegslaat met zijn zwaard. Ah. En dat is alles. We moeten kijken naar seizoen 2, want het is beter dan seizoen 1 experience. En dan moet ik gaan kijken naar seizoen 3.2. Wat ik heb gehoord, seizoen 3 is eigenlijk de beste. Wordt eigenlijk de beste arc. Heb jij niet gekeken daarnaar? Nee, seizoen 3 moet nog komen. Dus... Oh, moet nog komen? Ja, het komt dit jaar. Oh, wat was die andere dan ook alweer? 2.5? Nou, je hebt het eerste seizoen wat zo'n beetje twee arcs heeft. Je hebt het tweede seizoen wat één arc heeft, een filler arc. En de laatste arc wat niet echt een gevecht arc is, maar meer een emotionele arc. Wat was dan die laatste ding met Sword Art Online dat uitkwam? Dat was een film. Dat was een film, I see. En het was waarschijnlijk een van de beste verkopende film van Japan. It's like, fuck me. Weet je, ik vind Sword Art Online niet de slechtste dingen in de wereld waar het universum is vernietigd omdat mensen Sword Art Online leuk vinden, maar godsamme, er zijn andere anime. Ook in een live had hij geld kunnen krijgen, waarom heeft dat geen 50 seizoenen? Waarom heeft ook in een live 50 seizoenen? I'm sad now. Want Madhouse kan alleen maar tot 1 tellen. Behalve bij Overlord, maar dat is... Ik ben salty, ik heb liever leuk op mijn website getreden, stop. Om eerlijk te zijn, ik ga dit fucking zeggen. Het is beide beter in uiterlijk, en ik vind het verhaal toch beter in No Game No Life. Oh fuck, ik heb het fucking gezegd. De mensen die erop reageren. Het zijn meestal mensen die alleen Engels spreken, zo je bent safe. Ja, ze gaan waarschijnlijk naar de fanservice point om te zeggen dat Overlord beter is, weet je wel, fuck me too, right? Oh fuck, nee. Ja, Overlord heeft ook die fanservice ding, oké. Is het ding, weet je? Het is misschien zo heavy, maar het is nog steeds daar. Fucking Albedo is de beste voorbeeld. Als de animatie in No Game No Life oké is, dan is het tenminste de artstijl heel erg uniek en goed. Niet alleen dat, maar je kan ook zien dat ze heel veel lol hadden toen ze het maakten met al die referenties die ze erin stopten en al die grappen die ze maken. Vooral met de voice acting ook. De voice acting is ook fucking geweldig in die show. Like, je hoeft geen Japans te begrijpen dat de voice acting geweldig is en hoe over de top sommige momenten zijn. Nee, je moet weten, je moet dat kunnen begrijpen, want als het in Japans is, kan je niet horen wat de emotie is. Ja, ook kun je de emotie van een andere taal begrijpen. Toon van stem, the fuck is dat? Ik haat dat, weet je. Dat is like, als je excuses wilt geven dat je Japanse stemmen niet leuk vindt, doe tenminste dat niet dit shit. Maar gewoon, als je mensen kunnen begrijpen. Nee, dat is projection. Jij kan het niet begrijpen. Fuck you. In ieder geval, deze spookhuis heeft twee eindes, maar ze leiden allemaal naar dezelfde plek toe. Dat is de Forest of Illusion.